Hoi, dit is de eerste What a Battle samen met Linda. Ja, het is een beetje improviseren voor mij, want ik ben op dit moment niet thuis. Vanwege brand bij mij thuis zit ik in een vakantiehuisje. Dus ik ben vanmiddag even naar huis gegaan om wat dingen te pakken. Maar ja, als ik nu wat anders nodig heb, dan is het gewoon kansloos. Ik ben echt heel erg beperkt op dit moment. Ik wilde ook wat meer doen, zoals met haar en kleding. Maar dat is helaas, ja. Dat gaat op dit moment helaas niet. Ik lig nu met twee nachtlampjes voor mijn hoofd. Die schijnen zo, tjing. Zodat de belichting wel hopelijk oké is. Ik hoop dat ik ook oké in beeld ben. Want ik zit nu op de grond in mijn slaapkamer. En dit is het nachtkastje. Ik heb verder geen tafel of iets om aan te zitten, dus het is gewoon heel erg improviseren, dus ik hoop dat het een beetje oké gaat. Snoepjes en toen ik het hoorde dacht ik echt van wat moet ik ermee? Maar ik had wel heel snel ideeën, dus let's get it on. Ik begin met de foundation van Revlon Photo Ready om mijn gezicht te matteren. Dan de ogen. De ogen vond ik eigenlijk het moeilijkst. Dat klinkt heel stom, want meestal als je een look doet, doen heel veel mensen iets speciaals met de ogen. Ik heb altijd als eerste in de idee voor lippen of wenkbrauwen of iets op mijn gezicht. Ogen vind ik echt altijd het moeilijkst. Dat klinkt zo stom. Dus ik ben gewoon naar de supermarkt gegaan en ik dacht ik ga gewoon iets vinden waar ik daar dat op ga laten inspireren. En ik heb gekozen voor schuimblokken, schuimpjes zeg maar. Of spekjes, die pastelkleuren geel en roze, die ga ik proberen daarin terug te laten komen. Eerst even een oogschaduwbasis aanbrengen. Ik heb als enige oogschaduw alleen maar ETA pad bij me, dus daar ga ik mee werken. Ik kies voor een ik wou het mat meenemen. Ik heb stom genoeg alleen het shimmer palet meegenomen, maar ja, dus ik kies voor op mijn ooglid. Ga ik voor een gele kleur, lichtgeel. Om het geel iets beter over te laten komen, want nu lijkt het bijna wit. Doe ik aan de buitenhoek doe ik het iets feller geel. Het is echt nu al lelijk. Ach ja, baby. Het hoeft ook niet mooi te zijn, toch? Dan een pastel, een soort pastel zacht roze kleur. Breng ik aan op een crease kwast en dan ga ik aanbrengen alleen in mijn crease. Dit is stiekem heel erg spannend hoor. Ik ben echt heel erg benieuwd gewoon wat Linda erbij van gaat maken. Ik ben stiekem gewoon bang dat ze gewoon iets hetzelfde heeft gedaan. Dat vind ik echt iets voor ons namelijk. Ik wil niet dat de kleuren door elkaar blenden. Dus wel echt apart blijven. Dat je als je je ogen open hebt, dat je echt wel duidelijk het verschil ziet. Dat zie je nu wel. Nou, ik weet zeker dat jullie deze look allemaal op zaterdagavond gaan dragen. Echt zo pretty. Ik breng ook roze onder mijn oogleden aan. Ik heb nu al geen kwast ervoor, dus ik ga even zo'n eyeliner kwast dingetje gebruiken. Het is improviseren, maar je moet wat. Wat ik dan ga doen is mijn wenkbrauwen roze. En daar wil ik wel knalroze voor gebruiken. Dan heb ik dat niet echt zo'n kleur, maar... Ik weet niet, als ik aan snoepjes denk ik toch wel aan roze. Want dat, snoepjes denk ik ook wel aan schattigheid. Ik dacht ook gelijk aan die clip van Katy Perry, California Girls. Ik heb daar ook nog gekeken of ik daar misschien de look van na kon maken. Maar daar hadden ze niet echt een bepaalde look. Dat ging vooral om de kleding en zo. En het decor was daar heel erg belangrijk. Maar niet echt speciaal de make-up. Dat was wel jammer.
Oeh, het is hard. Ik ga geen mascara aanbrengen, want ik vind wel dat het... Ja, het moet natuurlijk wel een beetje zacht blijven. Ga ik verder met de wangen. Zoals ik al zei, roze is voor mij snoepjes, schattigheid, cuteness. Dus ik ga voor echt de knalroze blush. En die ga ik een beetje alleen aanbrengen in je hoofd. Zeg maar op de appeltjes van mijn wangen. Echt in de rondjes. Dit soort wangetjes. Dus, en ik vind dat er ook sproetjes in moeten. En die wil ik eigenlijk bruin maken. Maar ja, ik heb niks van bruine eyeliner. Dus ik ga gewoon voor zwart. Zijn meer streepjes dan al. Nou, lukken ze wel. Nou, ook niet echt. Ik wil wel meer stipjes, maar het worden meer streepjes. Daar lijk ik meer op een giraf of zo. I failed. Ga ik een lipgloss van Jelly Belly. Want dat zijn ook snoepjes. Jelly Belly Beans. In Very Cherry. Dit is een goede plaklip gloss. Het is gewoon doorzichtig. Ruikt super goed. Dit was dus het waar ik als eerst op kwam van, dat ga ik doen. En het andere heb ik echt last minute en dat zie je echt duidelijk ook wel. Ik hoop dat dit gaat lukken. Wacht, ik doe gewoon heel veel op mijn hand. En dan kus ik mijn hand gewoon. Zal ik dat doen? Oh fuck. Ooh, do you want to make out with me? Oh. Nou, beter krijg ik het niet hoor, want het voelt heel raar. Het zit ook al aan de binnenkant. Lipgloss met snoepjes. I can't stop looking at it. Nou, ik denk dat dit het is. Ik hoop dat jullie snappen dat het geïnspireerd is op snoepjes. Oh wacht, ik moet nog foto's maken. Ik zit nu alweer helemaal te neuken. Ik schaam me kapot. Ik ben al nooit zo lelijk geweest. Dit is het. Geïnspireerd. En ik hoop dat ik nog genoeg voor lul heb gezet om te kunnen winnen. Oh ja, kijk nog even het filmpje van Linda. Ik hoop dat zij heel erg voor lul staat. Doei. Dank voor het kijken.